Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op kellycressen.nl. Ik sta hier weer bij mijn personal trainer, Kimberly. Hallo. Van Newborn Fit Mama. Oh. En we gaan weer workout opnemen voor jullie. Want de vorige workout, de 15 minuten workout en de app workout was super goed door jullie ontvangen. Heel erg leuk om te zien. Dus we gaan een soort van gevorderde workout doen. En daarbij gaan we de kettlebell gebruiken. Ja. En ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Dit is dus die ik zelf ook heb. Het voordeel daarvan is dat je gewoon maar één ding nodig hebt. Niet verschillende dumbbells of verschillende maten of wat dan ook. Je hebt eentje, schaf je er aan. Dan kun je gewoon een wijze van oefening mee doen. En dat gaan we in deze video laten zien. Trek je sportkleding aan en doe gezellig met ons mee. We gaan beginnen met een stabiliteitsoefening. Je pakt je linkerbeen en die hef je omhoog. Dus je knie hef je omhoog. Je hebt de kettlebell vast. Dit ga je 20 seconden doen. Kom mooi rechtop staan. Je houdt de kettlebell voor je. En zorg dat je een trotse houding aanneemt. Dus je schouders mooi naar achter. Andere been. Probeer die stabiliteit te bewaren. En vergeet niet om door te ademen natuurlijk. We gaan verder met de stabiliteitsoefening. En je gaat met je been ga je van voor naar achter tikken. En het is belangrijk dat je je stabiliteit bewaart. 17, 16. Nog 10. 4, 3, 2, laatste keer. Andere been. Dus blijf mooi rechtop staan. Trotse houding. 13, 12, 11. 4, 3, 2, laatste. We gaan nu door met squatten en dat gaan we 3 keer 10 herhalingen doen. En daarbij hou je de kettlebell voor je en dan mag je gaan beginnen. Zorg dat je diep genoeg zakt en dat je benen in een hoek van 90 graden onderaan komt te staan. Dit ga je lekker voelen in je benen, bovenbenen en billen, als het goed is. De kettlebell zorgt er gewoon voor dat hij net wat meer power geeft. Zet je weer 10 herhalingen. We gaan het laatste setje doen. Nou, ik ga verder met een push-up. Kelly gaat eerst op de tenen doen en dan op de knieën verder. In principe is het echt afhankelijk van je niveau, dus kies voor jezelf waar sta je en wat is goed voor jou. We gaan in ieder geval 3 setjes doen van 10 herhalingen. Duw vanuit je borst. Hou een mooie rechte plank. Dus je duwt vanuit je hand omhoog. Zo, zet je even op.
Nou, gaan we verder. Belangrijk dus dat je vanuit je handen goed naar boven duwt en dat je je borstspieren daarbij aanknijpt. Hou die mooie plank. Span je buikspieren aan. 8. Kijk, nog 2. En laatste. Zo meteen verder naar het derde setje. Yes, we gaan verder met het laatste setje. Wellicht wordt het wat zwaarder voor je. Je kan ervoor kiezen om op je knieën verder te gaan. Het is in ieder geval belangrijk dat je gewoon alles goed aan blijft spannen. Duw vanuit je handen. Zorg dat je die borstspier aanspant. Kijk, die Kelly die gaat lekker in ieder geval. Wauw! We gaan verder met een kettlebell swing. Wat heel belangrijk is, is dat dit een oefening is voor je billen. Dus, kijk, ja, die ga je dus ook echt aanspannen. Is echt heel belangrijk bij deze oefening. Je gaat de kettlebell naar voren zwaaien, zodat die eigenlijk, komt die? Yes, recht voor je uitkomt. 10. Spreng hem naar voren, span je billen goed aan. 8. Recht naar voren. Zorg dat je nog steeds je schouders naar achter blijft houden. 2e setje dus. Blijf die billen goed aanspannen. Knijp als hij naar voren gaat. Dus knijp en knijp. Laatste setje. Je ziet dus dat hij recht naar voren komt, de kettlebell. Voeten wijzen ook naar voren. Yes! We gaan een combinatie doen van een lunge, dus een uitstappas. En een biceps oefening. Dan ga je dan meteen achteraan doen. Je houdt de kettlebell voor je op het moment dat je een uitstappas doet. Stap je naar voren, ja. Span die biceps aan. Recht naar beneden als je die uitstappas doet. Dus je komt recht naar beneden als je de uitstappas doet. Heel belangrijk is dat je goed je core aanspant. Dus span die buik aan, dat je recht naar beneden gaat. Zodat je knieën niet te ver naar voren komen, de been die uitstapt. Tweede setje. Dus je gaat recht naar voren, recht naar beneden. Je spant goed je buik en je core span je goed aan. Knijp in je biceps. En blijf doorademen. Laatste setje. Nog 10. Hetzelfde als daarnet, hè? Mooi recht naar voren. Goed je core aanspannen. Biceps aanspannen. En blijf die trotse houding houden. Hè? Mooi recht vooruit. Schouders naar achter. Borst vooruit. Pikkel die Kelly. We gaan verder met een single leg deadlift. Wat je gaat doen is, dus je gaat een deadlift maken, maar dan met één been. Je zorgt dat je mooi rechtop komt staan. Ga je naar beneden en je knie gaat een heel klein beetje naar voren, zodat je niet strak zet. Klein beetje naar voren. Of je tikt de grond niet aan, of je tikt hem wel aan. Dan kom je omhoog en daarbij span je buik dus heel goed aan. Dus je billen.
ja? Dus kijk je heel even je niveau. Ga je helemaal naar beneden of ga je een stukje naar beneden? Belangrijk is in ieder geval, span die buik aan en span die rug aan. Vier wegkant, drie setjes. Andere kant. Mooi, echt top. Dat is heel belangrijk voor die balans. Met jou een beetje hè, wat zo gaat staan, dan ga je moeilijker die balans vinden. Dus mooi, top weer. Nou, we gaan verder met de laatste oefening. Around the World heet die. Het duurt een minuut in totaal. Halve minuut per kant. Ja. Belangrijk dus dat je heel goed jouw core, dus het buikgedeelte, goed aanspant. Oké, we gaan beginnen. Ik ga op start drukken. Belangrijk is dus dat je mooi rechtop staat. Dat je goed je core aanspant. Span die buik aan. Pak hem goed over van de ene naar de andere hand. Mooi rechtop blijven staan. Yes. 3, 2, andere kant. Oké. Je bent dus alweer aangekomen echt bij de laatste paar 20 seconden van deze workout. Dus doe nog even extra hard je best. Span alles aan. 10 seconden. Drie, twee, yay! Mooi rechtop staan. Niet weggooien. Ja, voordat ik dadelijk ergens door de ruis vlieg. Nee! Oh, dat is heel erg. Niet weggooien. Ja.